En dit is weer een nieuwe aflevering van Til aan tafel. Met straks de kritische vrienden. Maar voor mij zit nu Sandra van Leur. We gaan een aantal vragen stellen. De 10, zoals we dat noemen. En de eerste vraag aan jou is... Tiel of Dreumel? Dreumel, maar ik blijf altijd verbonden met Tiel. Want ik ben een geboren getogen Tielenaar. En je woont nu in Dreumel? In Dreumel, ja. En waarom naar Dreumel gegaan? Partner is een echte Dreumelaar. En van oudsher terug in de familie kijken, komen daar de roots wel vandaan. Hmm. Dus ik voel me erg thuis ook in Dreumel. De tweede vraag gaat een beetje over je hobby's. Ja. Dansen, ja. Jazz, dans of stijldans? Nee, jazz. Ja, en dan in de modernere versies. Dus ik zeg altijd alle Michael Jackson moves. Daar ben ik wel voor thuis. Dat gaat me wel lukken. Want dat heb je in het verleden heel veel gedaan? Ja, heel veel gedaan. In verschillende dansscholen in Tiel ook? Ja, in Tiel begonnen als 6-jarig meisje. En geëindigd toen ik 16 was. Mm-hmm. En inmiddels wel weer mijn hobby opgepakt. Bij een dansclub hier in Tiel. Ja, ja. Oké. En dat deed je vroeger ook met je zus. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Klopt. Ja, lang over hebben. Ja. Ja, mooi. En driften. Ja. En dat wil je graag zelf doen of laat je je dan rijden? Nee, mijn vriend is professionele, uit de hand gelopen hobby, laat ik het al zo zeggen, is professionele drifter. Nederlands kampioen worden in 2013, dat doen we samen. Want alleen kun je dat, als je je partner niet achter je hebt staan, dan kun je nooit zo ver komen. Dus wij doen dat samen, hebben we met vol trots, doen we dat. Maar het kribbelt natuurlijk om zelf ook een keer achter het stuur te gaan zitten. Ja. Dus het trainingsauto is bijna klaar, dus... Spannend. We gaan beginnen. Ja, want voor de kijkers, leg eens uit wat driften is voor mensen die daar niet in thuis zijn. Nee, driften is heel hard, met heel veel rook dwars door een bocht heen. En eigenlijk is het je auto beheersen. Dus eigenlijk een soort slippen, maar gecontroleerd slippen. Maar ook heel spannend, klinkt het. Ja, het is spectaculair. Het is echt een showtje neerzetten. Ja. Ja, maar jij gaat niet zomaar beginnen, want je hebt het al vaker gedaan, hè? Ja, en dat klopt. Ik heb ooit een keer aan een burn-out competitie meegedaan die in Nederland onder de drifters vanuit Amerika en Japan over is gewaaid. Dus ik heb een keer een burn-out competitie meegedaan en daarbij weer andere mensen genomineerd. Goed hoor. Ja, hè? Stoer, heel stoer. Maar jouw leven maakte in 2010 een hele andere wending. Ja, dat klopt. Ja, mijn zus overleed in 2010. En dat heeft heel veel impact op je, nog steeds. Dat blijft de rest van je leven bij je. En dat is heftig. Mm-hmm. Ja. En toen ging jij met je ouders in dat proces naar? Naar Den Bosch, naar de kerstboom van Joris, of de Joris kerstboom. Een heel groot begrip in Den Bosch. Daar heb ik in 2011 een foto van mijn zus samen met mijn ouders in de boom gehangen. En toen dacht ik, dit is zo fijn om dit te mogen doen. Het gaf me een fijn gevoel om dit te delen met andere mensen zonder dat ze weten wat er aan de hand is of wat er is gebeurd. Dat eigenlijk. Ja. Ja. En toen dacht jij, dat zouden meer mensen moeten kunnen doen, ook in Tiel. Ja, op dat moment toen ik thuis was, dacht ik van, dit moet dichter bij huis kunnen. En hoe mooier kan je het in je eigen stad doen, waar je geboren en getogen bent. Waar je roots eigenlijk liggen. En zo is dat eigenlijk ontstaan om in 2011 hier de eerste keer de bom te plaatsen. Ja, dus jij hebt dit project opgepakt helemaal zelf. Ja. En al jarenlang staat er een boom hier op de Groenmarkt. Ja. En daar is iedereen vrij om een gedachte in te hangen van iemand die overleden is. Of iemand waar ze graag aan willen denken, willen herdenken. Of een wens, een boodschap, een beterschapwens. Het kan eigenlijk van alles zijn. Een betere wereld. Eigenlijk mag alles. Die boom is voor iedereen en mag er voor iedereen zijn. En je mag zelf weten wat je daarin wil plaatsen. En daar hebben wij beeld van. Yeah.
Ja, dit was dus prachtig. Hè? Een kind wat een wens in de boom hangt. Ja. Hè? Dat heel bijzonder en heel ontroerend ook. Ja. Maar het is voor jong en oud bedoeld. Hoe gaat dat verder in zijn werk? Ja, het is voor iedereen. Dus iedereen die in de binnenstad komt of ergens een oproep zie, is welkom hier in Tiel om een wens in de boom te hangen. Ik heb dit jaar allemaal kunststof kerstballen tot mijn beschikking die bij Hart van de Betuwe op de eerste etage liggen. Met wat lintjes, papier, pennen. En iedereen kan daar gewoon zijn moment pakken om iets moois te maken. En vervolgens dat natuurlijk in de boom te plaatsen. Ja, dus we gaan er dit jaar wederom een prachtige boom van maken. Ja. Prachtige wensboom. Ja. Heel mooi initiatief. Dankjewel. Bij Hart van de Betuwe kunnen ze dus zelf een kerstbal of lintje beschrijven. Ja. En in de boom hangen, in de wensboom. Ja. Nogmaals hartelijk dank dat je er was en geweldig initiatief. Nou, heel graag gedaan. En voor mij zit Jeannette, Mieke en Lieke. En jullie zijn van STMR en dan nog veel meer. Nee, zal ik beginnen? Ja, ik ben Jeannette Pot, cliënt ondersteunen bij Meegelder Support. Mieke van der Graaf, maatschappelijk werken van de Stichting Thuiszorg Maatschappelijk Werk, STMR. Lieke van der Heijden, coördinator van Dynamiek, binnenkort onderdeel van Mozaïek, de welzijnsorganisatie. En jullie zitten niet voor niets met z'n drieën hier aan tafel. Dat klopt. Kun jij vertellen waarom jullie hier met z'n drieën aan tafel zitten? Nou, we zitten hier met z'n drieën aan tafel omdat we welzijn next level willen promoten bij de inwoner. 2017 staat in het teken van vier organisaties. Mozaïek, Dynamiek, Mee en STMR. En we zijn samen aan het werken om beter zichtbaar te zijn voor de inwoners van Tiel. Heel mooi, want eigenlijk was het dus zo dat als iemand een hulpvraag heeft, hè, maakt niet uit op welk level dat is, dan wisten ze niet goed waar ze terecht moesten. Nou, ik denk dat alle vier de organisaties wel bekend zijn in Tiel. Alleen als je zoveel verschillende organisaties hebt en in alle kranten staat transformatie en participatie, dan is het voor de inwoners van Tiel denk ik wel moeilijk van waar moet ik nou precies zijn. Mm-hmm. En welzijn next level is dat we met elkaar meer de verbinding hebben gezocht. Dus als een inwoner nu zich bij ons meldt, dan zorgen wij in ieder geval dat dat inwoner op de juiste plek komt. Ja, dus dat klinkt heel goed. Maar Jeannette, jij komt niet uit Tiel, begreep ik? Nee, ik kom uit Houten, maar ik heb wel in Tiel gewoond. En ik werk al 17 jaar voor Mee, dus ik ken de gemeente Tiel ook wel. Ja, en Mee, wat doet Mee en wat is jouw functie daar? Ja, ik werk als cliëntondersteuner bij Mee. En dat is vanaf 2015 is dat een functie die verplicht is om bij de WMO. Is dat de verplichting dat mensen daar een beroep op kunnen doen. En dat is voor informatie, advies en ondersteuning om op al die gebieden waar je leeft, de leefgebieden, een beroep op kan doen. Omdat het best ingewikkeld is allemaal, de zorg en de regelingen die er zijn. Ja, en welke specifieke doelgroep heb jij dan aan cliënten? Mensen met een beperking, dat zijn mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking. En eigenlijk ook een beetje de kwetsbare mensen. Mensen die waar het gewoon ingewikkeld voor is. En het is heel ingewikkeld, mm-hmm. Dat merk ik ook al. Ken je de weg, dan is het nog soms heel moeilijk om de weg te vinden. Ja. En ik zeg net, we met elkaar verbind je en mm-hmm. weet je ook nog beter de weg. Want wat ik niet weet, weet Mieke en anders weet Lieke het wel. En al die collega's bij elkaar, ja, dan wordt het eigenlijk nog meer. Ja. Dus nog beter. Want Mieke heeft een hele andere doelgroep weer, hè? Ja, ik heb de doelgroep 23+, zeg maar. En bij ons kunnen mensen komen met vragen over post, administratie, schulden, rouwverwerking, relatieproblematiek, echtscheiding. Mm-hmm. Ja. Dus dat is ook vrij breed. En Dynamiek is er voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen. Wij bieden leerwerkplaatsen aan mensen die graag weer aan het werk willen. En ze kunnen bij ons werkervaring opkomen doen om zo klaargestoomd te worden voor de arbeidsmarkt. Mm-hmm. En wij zijn onderdeel van Mozaïek. Mozaïek is de brede welzijnsorganisatie van Tiel en omgeving. Ja, want je hebt natuurlijk allerlei andere organisaties ook nog die mensen proberen weer aan het werk te krijgen. Ja. Hè, vanuit het UWV. Ja, dat zijn ook onze samenwerkingspartners. Die leveren mensen aan ons aan. Ja, ja. Maar voor bedrijven die soms daarin geïnteresseerd zijn. Wat voor mensen heb jij bij jou binnen Mozaïek die weer terug de werkvloer op willen? Dat is heel divers. Dat is mensen die langere tijd uit het arbeidsleven zijn geweest vanwege hun thuissituatie bijvoorbeeld. Nieuwkomers die nog niet zo lang in Nederland zijn en vanwege de taal nog niet zo makkelijk een voet tussen de deur krijgen op de arbeidsmarkt. Dus dat is heel breed. Mm-hmm. Ja.
En jullie regelen dan ook bijvoorbeeld taalkursussen of dat soort zaken? Ja, bijvoorbeeld. Bij Dynamiek worden taallessen gegeven. Mm-hmm. En de administratie van die taallessen, dat wordt weer gedaan door iemand, een leerwerkplek, zeg maar. Dus iemand die bij ons ervaring op kan doen op kantoor. Ja. Ja. Want we hebben een taalachterstand in Rivierengebied. Hè? Dat, ik zag dat er 44 mensen of bedrijven zijn, organisaties, die een contract hebben ondertekend. Die daarin vertellen dat zij gaan samenwerken om mensen die toch wat moeilijker in de markt te krijgen zijn, aan het werk te krijgen, om die... Een van de thema's van ons, want onze samenwerking heet Welzijn Next Level. En een van de thema's van Welzijn Next Level. Een van de thema's van Welzijn Next Level is laaggeletterdheid. Mm-hmm. Dus dan kijken we met elkaar, maar niet alleen wij, niet alleen deze vier partijen of drie partijen. Maar we werken nog met heel veel andere partners samen in Tiel. Die bijvoorbeeld op het gebied van laaggeletterdheid werken we veel samen met de BIEB en met de gemeente. Met het ROC, dus zo zijn er op al die thema's, er zijn 8 thema's. En binnen al die thema's werk je ook weer met heel veel verschillende andere partijen samen. Om tot een goed aanbod te komen in Tiel. Of om juist alles wat er al was met elkaar te verbinden. Zodat het inderdaad voor de inwoner makkelijker is om de weg erin te vinden. Ja, ja, want voor de mensen thuis, een laaggeletterd iemand. Ja. Dan denk je heel snel aan nieuwkomers natuurlijk. Ja. Maar wat zijn dan nog meer mensen? Bijvoorbeeld iemand die ook niet met de computer kan omgaan, kan ik bedenken. Ja. Maar ik begreep ook dat er heel veel jongeren zijn. Hoe kan dat dan? Die komen net van school. Ja, ja, nee, dat klopt. Hoe komt dat? En heel veel autochtonen zijn, of heel veel gewone Nederlanders, hebben moeite met lezen en schrijven, klopt. Of met de vaardigheden op de computer. En dan wordt je wereld best wel beperkt. Want dan kan je bijvoorbeeld je post niet openen of... het is moeilijk om te internetbankieren. Dus het zijn vaardigheden die je eigenlijk voor deze maatschappij heel erg nodig hebt. En waar ook wel een stuk schaamte bij komt kijken als je dat niet kan. Ja, dus dat zijn ook niet per se mensen die niet aan het werk zouden zijn en niet in de markt. Nee, helemaal. Vaak zijn ze juist wel gewoon een groot deel van de maatschappij. Ja. Werken heel hard, doen ook... Mensen hebben ook wel hun trucjes om het te verbergen, denk ik. Hè? Een bril vergeten of andere mensen het laten lezen. Ja. Iedereen heeft. Ja, nee, dat zou ik ook doen. Heel zeker. Goed. Dus dat is ook wel weer knap. Ja, zeker. Dus, maar het is ook goed, denk ik, dat er een aanbod komt in Tiel. Hè? Er komt een taalhuis, dat er komen plekken in Tiel waar mensen gewoon binnen kunnen lopen en daar kunnen aangeven van, ik wil daar iets in leren. En ik denk dat het heel goed is dat het op een hele laagdrempelige manier kan. Ja, want als we hebben het dan over het onderwerp laaggeletterdheid. Maar het is natuurlijk, dat wil ik ook zeggen, het zijn vaak mensen die gewoon heel hard deelnemen aan de maatschappij. Ja, ja, zeker. Hele waardevolle mensen. En heel handig zijn met hun handen. Niet minder waardig. Zeker precies, niet. Want dat zou een foute instelling zijn. Zeker. Dat zou heel jammer zijn. Ja. En je wil ook voorkomen dat ze uitvallen. Dus daardoor groepsaanbod... dus groepswerk aan te bieden. Dus kunnen cursussen zijn met omgaan met geld of smart met geld. Dat doen we dan voor jongeren. Mm-hmm. Dat je voorkomt dat mensen ook in de problemen komen. Ja. En dat je daarmee voorkomt dat het erger wordt. En de gemeente Tiel heeft heel erg zich hard gemaakt om de schuldenproblematiek te verminderen in Tiel. Mm-hmm. Omdat die er veel is. Mm-hmm. En om dan daarin wat te bieden. En dan is die samenwerking heel belangrijk om dat te kennen. Want als je het hebt over het taalhuis, maar we hebben ook... gemerkt dat het herkennen en het omgaan van mensen met een beperking, dat het ook nog heel veel verbetering nodig heeft. En daarin hebben wij een aanbod gedaan, ook voor de hulpverleners, maar ook voor de vrijwilligers, dat gebeurt in 2018, om daarmee beter mee om te gaan, zodat mensen zich ook goed gehoord en gezien voelen. Ja. En dat het gesignaleerd wordt, want heel vaak wordt het nog niet gesignaleerd. Nee. En dan wordt er veel van ze gevraagd en dan word je niet blij van, om het zo maar te zeggen. Ja, want ik kan me voorstellen dat mensen niet vanzelf op jullie afkomen. Vaak ben je dan toch al bij een instantie bekend voordat je... Soms wel, ja. De meeste mensen komen bij maatschappelijk werk als ze echt wel problemen hebben. Ja. En dat is fijn als mensen eerder komen, want dan kunnen ze ook beter geholpen worden. En daarom is de samenwerking met welzijnswerk ook prettig, denk ik. Om ook vrijwilligers in te zetten. Want het is niet altijd alleen maar zwaar. Hè? Soms zijn mensen ook kleine vragen. Dan is het fijn als je een vrijwilliger kan laten helpen. Ja. En het welzijnswerk is ook veel meer in de wijken... om bijvoorbeeld met buurtbewoners samen activiteiten te organiseren. En die hebben op een andere manier weer contacten met de inwoners, zonder dat er al sprake hoeft te zijn van,
van grote problematieken. En die kunnen mensen wel motiveren om, als er dingen spelen, om dan eens contact op te nemen met bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Ja. Ja, want er worden natuurlijk ontzettend veel zaken al georganiseerd, hè, door mensen, vrijwilligers inderdaad. Ja. Hè. De ene gaat voetballen met ouderen, de andere die gaat boodschappen doen, studenten die dingen doen. Dus er gebeurt echt ontzettend veel al. Hebben jullie daar dan ook contact mee? Of is het echt helemaal losstaan van hetgene wat al die vrijwilligers al doen? Nou, het is ook juist het verbinden. Want Mozaïek doet heel veel. Die heeft heel veel activiteiten die ze organiseren. Maar daar kunnen wij allemaal nooit in je hoofd hebben. Dus het is ook heel vaak, heb je een probleem? Dan ga je ook eens vragen bij je collega's. Weet jij voor deze persoon, die woont daar en daar, weet je daar een oplossing voor? Want je hebt aanschuiftafels, je hebt allerlei activiteiten. Maar het is onmogelijk om het alles te weten. En dat is voor de burger onmogelijk. Maar voor ons is dat ook niet allemaal haalbaar. En daarin kan Ik denk dat het voordeel van Mozaïek is. Hè? Mozaïek heeft wijkcoaches. Mozaïek heeft sleutelfiguren in alle wijken. Dus zoals je het hebt over een voetbalvereniging of over een damclub. En die kunnen wel alles verbinden. Dat is het voordeel van Mozaïek en En dat is denk ik. En dat is denk ik ook wel de meerwaarde van dit samenwerkingsverband. Want er is al heel veel, er was altijd al heel veel en er is nog steeds heel veel. Zowel aanbod vanuit professionals als aanbod vanuit vrijwilligers of burgers. Want er wordt heel veel georganiseerd in de wijken. En doordat je met elkaar gaat samenwerken, ga je dat veel meer in elkaar schuiven. In plaats van dat het allemaal losse eilandjes blijven. Want juist die losse eilandjes maken dat het ingewikkeld is voor mensen om de weg te vinden. Ja. Dus en het als wordt wij eigenlijk door verbinding aan de mensen jullie vinden. Dat is wel het woord. Ja. Ja. Dan kunnen we het dan denk verbinding ik heel mooi en samenwerken. Ja. 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 Dat is het veel meer als nieuwe dingen opzetten volgens mij. En natuurlijk ga je ook nieuwe activiteiten ontplooien. Mm-hmm. Maar ik denk dat doordat je samen gaat, ben je veel meer één eiland aan het maken. Wat maakt dat je makkelijker vindbaar bent. Ja, en Mozaïek die hoort veel meer wat er speelt en wat er nodig is. Dus dat je veel beter kan aansluiten op de vraag van de burger dan we nu doen. Ik denk dat die aansluiting ook heel belangrijk is. Ja. Dan dat wij dat gaan bedenken, maar dat zij dat moeten horen en dat wij erop aan kunnen sluiten. Ja. Nou, binden, vinden, hè? Verbinden. Het is een mooie afsluiting. Hartelijk dank voor het gesprek en heel veel succes met jullie samenwerking. Dank je wel. Is het nu weer tijd voor onze kritische vrienden. Voor mij Jan en Rini en wij gaan het hebben over het plein in Tiel. De ondernemers aan het plein klagen steen en been, want de loop is eruit. Sinds de parkeergarage open is, krijgen ze simpelweg geen mens meer op het plein. Hoe gaan ze dat oplossen? Ja, dat is een goeie. Daar zullen ze zelf ook wel hun kijk, het probleem, dat is er. Er is onlangs een onderzoekje, een poll geweest in de Gelderlander, waaruit duidelijk bleek van nou, ze hebben een probleem, die ondernemers. Als je je oor te luisteren legt op het plein, dan merk je dat ook. Maar het is wel de markt. Dus ze zullen zelf ook creatief moeten nadenken hoe ze dat beter voor elkaar krijgen. Maar ik ben er wel bang voor, hoor. Ik bedoel, het loopt eruit. Je bent niet helemaal met je eens. Ik denk ook dat... We zijn kritische vrienden, toch? Zo is het. Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Als een gemeente Tiel... er is natuurlijk een fantastische parkeergarage is er gerealiseerd. Niks om af te doen. Maar dat had men ook moeten kunnen realiseren. Dat dit, de loop naar dat plein... er niet meer zou zijn. En er zitten natuurlijk toch een hoop ondernemers die daar nu gewoon last van hebben. En dan kun je zeggen van ja, dat is, dan moeten ze maar zorgen dat er meer levendigheid is. Dat noem maar op. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar aan de andere kant, in de planning en dingen vooruitkijken, moet je daar ook gewoon rekening mee houden. En ik heb het idee dat daar gewoon onvoldoende over nagedacht is. Maar het is meer een horecaplein. Het zou toch leuk zijn, wat je in andere steden ook wel eens ziet, dat je daar een ijsbaan met kerst, een leuk overdekt terras op de, hoe heet dat, de vismarkt, hè, waar de restaurants zitten, dat ze daar leuke terrassen kunnen hebben. Dat zijn toch dingen. Daar zouden toch wel leuke terrassen gemaakt kunnen worden, maar zeker in deze tijd, kerst, aankleding. Of zouden ze het niet eens kunnen worden? Nou, waar die winkeliers niet over klagen, is toch dat het gewoon de doorloop. Kijk, de dagelijkse doorloop. Ze zeggen van nou, op het moment dat er een markt is, daar komen de vaste klanten komen gewoon naar de markt. Maar gewoon de mensen die dus normaal gesproken die loop maken, even bij een winkel binnenwippen, ja, die missen ze nu. En dat los je niet alleen op met een kerstmarkt of met een oliebollenkraam of weet ik wat. Dus daar zal iets meer moeten gebeuren. Ik ben het met je eens, Rini.
dat plein gewoon levendig moet worden. Je ziet het op een gegeven moment rond het plein bij de Korenmarkt. Daar worden toch op verschillende tijden worden daar evenementen georganiseerd. Waar de ondernemers ook nauw met elkaar samenwerken. En ik denk dat als het plein nu de handen ineens slaat en we zeggen met elkaar van oké. We gaan hier even kijken hoe we dit probleem gaan tackelen. Dat plein aantrekkelijk wordt. Ja, dan ben je een stuk verder. Maar heel vaak kijken ze bij elkaar over de schutting. En gunt de ene de ander gewoon het licht in de ogen niet. En zolang dat nog zo is, ja, dan gaat het niet werken. Dus, maar daar heb je een belangrijk punt. Hè? Men zou wel de handen ineen moeten slaan om er iets moois van te maken. Maar even weer terugkomend op jouw verhaal van dat men geen visie heeft gehad of onvoldoende naar heeft gekeken. Ben ik het niet met je eens. Want Tiel heeft al tientallen jaren terug bedacht van goh, wij moeten meer met die Waal gaan doen. Oftewel, de stad ligt nu nog van de Waal af en we moeten met het gezicht er naartoe. Daarom moet die Waalplaat ook, moet die leeg worden gemaakt van auto's. Daarom is die parkeergarage. Ik zeg niet een gebrek aan visie. Want ik zeg ook, die nieuwe parkeergarage is te gek. Het nieuwe gebouw van Zinder is uitstekend, ook voor de uitstraling van Tiel. Maar dus als je een idee hebt, moet je zorgen voor een totaalplaatje. Dat je dus zegt van oké, we gaan aan de ene kant gaan we wat doen. Dat betekent aan de andere kant dat het gevolgen heeft. Dus als je visie hebt, moet je ook daar de consequenties van kunnen overzien. Ja. En ook daarop anticiperen. En ik geef toe, dat is niet alleen de verantwoordelijkheid voor de gemeente Tiel. Maar vooral ook de gemeente Tiel in samenspraak met die verschillende ondernemers. Ja, het viel mij bijvoorbeeld ook op. Je hebt nu de loop vanuit de parkeergarage. En dan ga je de Westluidense straat door. Als je dan inderdaad niet over het plein heen loopt. En dan staan daar nog alle geparkeerde auto's. Terwijl dat een hele mooie wandelstraat zou moeten zijn op weg naar de stad. En misschien dat de mensen dan toch die kant uit naar het horecaplein zouden kunnen gaan lopen. Laten we maar zeggen dat we in een soort twilight zone zitten. Want uiteindelijk is dat ook wel de bedoeling. Mm-hmm. Maar alles, daar zijn allemaal centjes voor nodig. Die parkeergarage is nu gerealiseerd. Als we over 10 jaar verder zijn en er zijn voldoende investeringen gedaan om die Waalkade mooi te maken en die straten aan te pakken. Dan zal het uiteindelijk fantastisch zijn. Alleen ik ben het ook met je eens. In de tussentijd, ja, je zult met name ondernemer zijn natuurlijk. Ja, je moet wel een lange adem hebben op dat moment. Nee, maar dat betekent dus gewoon op dit moment even alle hands aan dek, zowel voor ondernemers als de gemeente, om met elkaar te kijken van nou, hoe kunnen we dit tij keren? Dus hoe krijgen we die? Gewoon creatief zijn en snel. Niet op elkaar wachten. Zorgen de handen ineens slaan en zorgen zeggen van wij hebben hier een gemeenschappelijk doel. Dat betekent deze markt weer levendig maken. En dan heeft het niet alleen te maken met die plaatselijke patatboer of die kroeg op de hoek of noem maar op. Nee, samen. Dus je had nog een mooi idee, hè, zo voor het eind van het jaar. Zoals wat? Nou, je had net een heel verhaal over een vuurwerkshow met muziek erbij. En nee, maar dat is weer een heel ander verhaal. Want dat is weer een andere stelling. Want daar duik jij nu zomaar in. Maar ik had gewoon wel het idee van gemeentes. Daar wordt op dit moment dus behoorlijk een discussie van. Moeten we af van het knalvuurwerk? Moeten we dat gaan verbieden? En moeten gemeenten dus moeten die evenementen organiseren? Mm-hmm. Nou, het zou misschien iets zijn om op dat plein een soort vuurwerkshow te organiseren. En dan zeg ik niet vanuit de gemeente, maar vanuit de ondernemers. Ja. Die zeggen van nou, dit is de gelegenheid om met elkaar een heel mooi evenement neer te zetten, waar iedereen aan meedoet, dat ook naar buiten uitstralen. Ja, dan geef je in ieder geval aan van oké, we gaan het met elkaar doen. Ja. En de gemeente faciliteert. Nou, okay. En we hebben een mooi horecaplein, want vergis je niet, hè, een jaar of wanneer is het geweest, 10, 12 jaar geleden. Zag het daar nog heel anders uit dan dat het nu doet. Laten we niet vergeten. Voor Tielse begrippen is het een heel mooi plein. Het is er gezellig. Je kunt er lekker eten van alle soorten en maten. Niks mis mee. Dus alle mensen uit Tiel moeten naar het plein. Laten we daarmee afsluiten. Nou, hartstikke goed. Nou, dit was dan de laatste Tiel aan tafel van 2017. Wij wensen u een heel voorspoedig 2018. En vooral een gezond 2018. Tot volgend jaar. Top.